Het politiebureau aan de Muntweg in Nijmegen is dinsdagmiddag ontruimd. Een echtpaar uit Nijmegen kwam naar het bureau om een oude granaat uit de Tweede Wereldoorlog in te leveren. Het explosief dat slechts voor een deel onklaar was gemaakt bevatte nog springstof. En dat was reden voor de politie om het pand te ontruimen in afwachting van de explosieve opruimingsdienst. Deze zullen de granaat onschadelijk maken. Alle agenten werden het pand uitgestuurd. Net voor 3 uur was het politiebureau weer bereikbaar. In het Grotiusgebouw van de Radboud Universiteit heeft dinsdagmorgen een flinke brand gewoed. Rond 7:15 kwamen de eerste meldingen over rookontwikkelingen binnen. Het vuur was ontstaan in een schacht van een technische ruimte, waardoor de vele rook zich snel over alle verdiepingen van het gebouw verspreidde. Daarom werd het hele pand ontruimd. Dat betekent ook dat studenten die een tentamen aan het maken waren, hun spullen mee moesten nemen naar een andere plek om daar verder te werken. Rond 9:30 had de brandweer de vlammen onder controle, maar pas 's middags mochten de eerste mensen het gebouw weer in. Het is de week van het landschap en de bij moet een handje geholpen worden als het aan de stichting Bee Foundation ligt. Meer dan de helft van de 360 bijensoorten staan namelijk op het punt te verdwijnen. Daarom wordt donderdag in samenwerking met de Radboud Universiteit, het Radboud UMC, NL Bloeit en de gemeente Nijmegen 1000 vierkante meter berm op de Heijendaalseweg ingezaaid met wilde bloemenzaden. Deze wilde bloemen gaan zorgen voor meer voedsel voor bijen, hommels en vlinders. Het initiatief wordt deels mogelijk gemaakt door een aantal medewerkers van de Radboud UMC, die in 2016 kozen voor meters bijenoase in plaats van een kerstgeschenk.